Het voordeel van deze machine is dat hij onder een vleugel door kan rijden als dat zou moeten. Hij kan heel snel oliesporen van kilometers lang opruimen zonder het produceren van al te veel afval. Het is een one-man drive, dus we kunnen met één man kunnen we de operatie uitvoeren. Er zit een recyclesysteem op. Hij heeft een factor 10 minder afval dan een traditionele wegdekreiniger. Hij kan droog afval opvegen en hij kan heet water sproeien met chemie en daarna weer opzuigen. Maar we kunnen de borstels, die normaal gesproken rechtsom draaien, ook linksom laten draaien. En dan schrikt zo'n lekkage zich een hoedje en die komt los van het asfalt. En dan wordt die gelijk opgezogen. Dat levert rendement op. De borstels slijten wel iets harder, maar om een speel goed en snel op te kunnen ruimen heb je het soms wel nodig. Tot het opruimen van de lekkages is het belangrijk dat een oliespil of een kerosinespil snel schoongemaakt wordt in verband met de veiligheid. Dat is één. En twee is, als er olie op een vliegtuigopstel plaats ligt, kan het vliegtuig er niet op en niet af.